Van harte welkom nogmaals, maar nu vanaf de locatie. De hoek van de Burgemeester Veitsingel en de Drostenstraat. De locatie waar we maar liefst 30 flexwoningen gaan realiseren. En eind dit jaar verwachten we de nieuwe bewoners te verwelkomen. Flexwonen is eigenlijk niets anders dan een reguliere woning. Maar de woning is in de toekomst verplaatsbaar door zijn modulaire bouwsysteem. De 30 flexwoningen worden gebouwd door twee verschillende aannemers. De eerste is Plecht Vos en zij realiseren een complex met 18 wooneenheden. En die worden hier in een L-vorm gesitueerd. De tweede aannemer is Harmonie en zij bouwen hier aan het water 12 grondgebonden wooneenheden. In het midden van het perceel vind je straks de parkeerplaatsen, de afvalcontainers, een faunatoren, maar ook de gemeenschappelijke tuin. Dit alles wordt straks gebouwd in de vorm van een hof. En de straatnaam hiervan wordt straks onthuld door nabestaanden van een heel markante man.